Proficiat, we hebben zojuist samen onze allereerste NFT succesvol gemint. Ik ben Gabish en in deze video zal ik je stap voor stap begeleiden bij het minten van je allereerste NFT, zodat je deze nadien kunt flippen voor winst. Het kost je alleen een like op deze video voor het YouTube algoritme en abonneer je op het kanaal omdat ik je gratis en waardevolle informatie geef, waar sommigen van jullie waarschijnlijk ooit zeer rijk van zullen worden. Oké, ten eerste, NFT's is iets nieuws en bevat veel technische termen, meestal in het Engels. Ik zal de belangrijkste in het Nederlands uitleggen, zodat je de rest van deze tutorial beter kunt begrijpen. Een NFT is een non-fungible token, een niet vervangbaar bewijs, die je kan kopen met cryptomunten. Onze euro's is bijvoorbeeld iets fungible of vervangbaar. Bijvoorbeeld een euro kan je ruilen voor twee stukjes van 50 cent. Je kan het een door het ander vervangen en het blijft exact hetzelfde. Non-fungible is het omgekeerde. Dit betekent dat iets niet vervangen, gekopieerd of onderverdeeld kan worden. Het is iets unieks, bijvoorbeeld de Eiffeltoren of de originele Mona Lisa. En een token is een digitaal certificaat dat is vastgelegd op een blockchain. Dit betekent dat het eigendom van het NFT openbaar wordt bijgehouden. Er is hierdoor geen enkel misverstand van wie de werkelijke eigenaar is. Nu, je kan ook een NFT minten. Wat betekent dat? Dit komt van het Engelse term to mint. Bijvoorbeeld, metalen munten worden ook geslaan, of anders gezegd gemint, en nadien in omloop gebracht. Hetzelfde gebeurt bij NFT's. Het zijn tokens die ook worden gemint zodra ze zijn gemaakt. Je zal live in deze video zien hoe ik een NFT mint. Dus blijf zeker kijken tot het einde, want ik leg je stap voor stap uit hoe jij dat ook thuis kunt doen. Flipping is een term voor iets tegen een lage prijs te kopen en snel te verkopen met winst. We zien nu een enorme golf aan populariteit met NFT's. En geloof me, dit is nog maar het begin. Oké, laten we nu alles instellen, zodat je zelf NFT's kunt gaan minten. Ga naar de beschrijving onder deze video en klik op de website naast... Stap 1. Je komt op de specifieke aanmeldingspagina bij een van de veiligste crypto exchanges en maak daar uw account aan. NFT's moeten we namelijk kopen met cryptomunten. Bitfavo is in Nederland vooral populair. Ik persoonlijk gebruik Bitstamp of Coinbase. En wereldwijd is Binance en Kraken ook erg populair. Kies er eentje uit mijn lijst in de beschrijving, want dankzij mijn links krijg je bij de meeste platformen een kleine geldsom van 10, 20 euro als beloning omdat je via mijn video komt. En de komende 4 stappen zijn hetzelfde voor al deze platformen. Stap 2. Koppel nu je bankrekening of je kredietkaart aan je account. Ga naar Ethereum, kies je bedrag, bijvoorbeeld 100 euro, en klik op kopen. Stap 3. Ga naar metamask.io, installeer de browserextensie op Google Chrome en maak een account aan in Metamask om je wallet ID te krijgen. Dat is namelijk je unieke adres. Stap 4. We gaan je Ethereum nu overzetten naar Metamask. Dit doe je door je wallet ID uit Metamask te kopiëren en in je account van Bitfavo of Binance of Coinbase te plakken. Onder de tab storten of bij withdraw in het Engels. En klik dan op verzenden. Hiermee wordt de 100 euro aan Ethereum naar je Metamask-account gestuurd. Stap 5. Maak een account aan op OpenSea.io door je Metamask te koppelen aan je OpenSea-account. Uiteindelijk stap 6. Abonneer je op mijn kanaal en like deze video. Oké, nu heb je al deze websites geopend. Ik stel voor dat je een nieuwe map met de naam NFT op je Bloodwiser-balk aanmaakt. En ik zal je extra websites geven die je zullen helpen om succesvol NFT's te minten en te flippen. Allereerst je crypto. Exchange die je zojuist hebt gebruikt om je Ethereum te kopen. Je hoeft ze niet allemaal toe te voegen, enkel die dat jij gebruikt hebt. OpenSea.io. Deze website is de marktplaats van NFT's, waar we straks onze geminte NFT's zullen verkopen om geld te verdienen. Rarity.tools, RaritySniffer en RaritySniper.com. Deze websites worden gebruikt om te controleren of een NFT waardevol is of niet. IC.tools, op deze website ontvang je mintmeldingen zodra er nieuwe projecten uitkomen. En uiteindelijk Twitter en Discord. De NFT-gemeenschap leeft namelijk op deze platforms. Een veelgestelde vraag is, hoe vind je nu goede NFT-projecten? In de beschrijving hieronder heb ik een lijst toegevoegd van bekende NFT-Twitter-accounts die ik zelf volg, waarvan ik denk dat ze betrouwbare bronnen zijn om nieuwe NFT-projecten te ontdekken. Er zijn ook goede NFT-YouTubers, zoals Brett Malinowski, die ook regelmatig goede projecten aankomt. Nu, deze zijn allemaal in het Engels, dus als je Nederlandstalige informatie wilt, zou ik ook overwegen om mij te volgen. Maar goed, je doet wat je wilt. En als je eenmaal een interessante NFT-project hebt gevonden, kijk dan naar hun officiële website, volg hun Twitter en sluit je aan bij hun Discord. Lees ook zeker hun roadmap. Dat is een stukje tekst dat belangrijke informatie bevat over het project, hun missie en de functie van de NFT. Deze video gaan we het Astro Heads project als voorbeeld nemen. Dus ik ben onlangs lid geworden van hun Discord en ik begon deel te nemen
thema aan het groepsgesprek. Als je ziet dat de groepschat ongeveer 5 à 10 berichten per minuut heeft, is het een goed teken dat ook andere mensen enthousiast zijn over dit project. En dat is heel belangrijk. Op de Discord ontvang je ook belangrijke aankondigingen, zoals wedstrijden om een plaats in de whitelist te krijgen. Dit betekent dat je gegarandeerd een paar NFT's kunt minten nog voor de public mint. Je kunt meestal een plekje op de whitelist krijgen door een van de meest actieve leden te zijn van hun Discord, of door deel te nemen aan Twitter en Instagram wedstrijden, door te liken en te delen. Ofwel kan je gewoonweg je naam in een formulier zetten en willekeurige mensen worden dan geselecteerd om op de whitelist te komen. Zo kreeg ik mijn plek op de whitelist bij Astro Heads. En als je eenmaal op de whitelist staat, dan kan je gerust zeggen dat je een aantal NFT's sowieso kunt minten zonder het risico te lopen dat ze volledig uitverkocht geraken tijdens de public mint. Een paar dagen geleden wou ik een NFT van Monkeyverse tijdens de public mint kopen en het was binnen 5 seconden uitverkocht. Dat is echt zot. Nu, als je de kans hebt gemist om te minten op de officiële website, kun je nog steeds een NFT kopen op OpenSea. Het zal waarschijnlijk duurder zijn dan de mintprijs, want dit zijn de NFT's met een winstmarge ten opzichte van de mintprijs. Om de goedkoopste NFT te vinden die nog beschikbaar is, selecteer gewoon Price Low to High. Dat betekent prijs laag naar hoog. Maar je kan ook direct hier de bodemprijs zien. Dat is floor price in het Engels. Om te controleren of een NFT waardevol is, klik je op de NFT en zie je onderaan hun kenmerken. Controleer de percentages van elke eigenschap van de NFT. Hoe lager het percentage, hoe minder NFT's deze eigenschappen hebben, waardoor de NFT dus zeldzamer en waardevoller is. Je kan natuurlijk ook een van de websites gebruiken die je hebt toegevoegd aan je bladwijzerbalk om de ranking van de NFT te controleren. Oké, laten we nu beginnen met zelf NFT's te minten. Dus, regel numero uno. Klik nooit op links die je ontvangt in privéberichten op Discord of Twitter. De officiële mintlink is altijd een openbare aankondiging van de officiële accounts en worden nooit in privéberichten verzonden. Er zijn extreem veel scammers en ik raad je zelfs aan om de privéberichten in Discord volledig uit te schakelen in de instellingen. Dat gezegd zijnde, laten we beginnen met minten. Oké, dus ik ben in de whitelist van Astro Heads, dus ik kan nu gegarandeerd 2 NFT's minten binnen de komende 24 uur, vooraleer het grote publiek ook kan beginnen minten. Nadien volgt de public mint. Dan kan iedereen zoveel NFT's minten als ze maar willen. Dit betekent dus ook dat de concurrentie erg hoog zal zijn, omdat het totale aanbod van NFT's beperkt is. Nu wacht ik gewoon op Discord voor de officiële mintlink van Astro Heads. Ondertussen controleer ik nog een laatste keer of ik genoeg Ethereum heb in mijn MetaMask. Je kan de mintprijs per NFT zien in de Discord van het project, maar voorzie echter altijd extra Ethereum op MetaMask, want je moet tijdens het minten ook altijd een gas fee, een gasvergoeding, betalen met Ethereum, dat op dit moment echt belachelijk duur is. Houd tegelijk ook je OpenSea-account open op een andere tab, omdat jouw NFT's daar zullen verschijnen na het minten. Oké, de aankondiging voor het minten is nu eindelijk gepubliceerd op Discord. Klik op de link en je komt op deze pagina terecht. Selecteer gewoon het aantal NFT's dat je wilt minten. MetaMask wordt nu geopend. Klik volgende. Klik op Mint Token. En bevestig. Als de transactie te lang duurt en je zeker wilt zijn dat je de NFT zo snel mogelijk wilt ontvangen, kan je je transactie wel versnellen. Maar het zal dan wel nog duurder zijn. Dus als je een plekje op de whitelist hebt, hoef je niet te haasten. Maar als het een public mint is die ook nog erg populair is, zou ik de zaken wel versnellen om er zeker van te zijn dat je er toch minstens 1 kan krijgen. Gefeliciteerd, je hebt nu je allereerste NFT succesvol gemint. Je kan nu je NFT's controleren op je OpenSea-account. Zoals je kan zien op mijn dashboard, zien al deze pas geminte NFT's van Astro Heads er allemaal hetzelfde uit. Dat komt omdat ze nog niet onthuld zijn. Dus ik weet nog niet of ik een zeer zeldzame Astro Head heb gemint, of dat ze misschien helemaal niet zo waardevol zijn. Hoe dan ook, zolang ik geen liquiditeit nodig heb, bewaar ik deze NFT's om in de toekomst met winst te verkopen. En eens dat alle NFT's van deze collectie gemint zijn, dan gaan de makers van het project alle NFT's onthullen. En dat is altijd een spannend moment, want dan ga je weten of je een unieke, speciale of zeldzame NFT gemint hebt of niet. En wanneer je besloten hebt om je NFT te verkopen, ga naar je profiel en selecteer de NFT die je wilt verkopen vanuit je wallet. En selecteer Sell in de rechterbovenhoek om naar de listingpagina te gaan. Je kan hier een vaste prijs kiezen voor je verkoop, of je kan gewoon zeggen dat gedurende een paar dagen mensen een bod kunnen plaatsen op je NFT. Nu moet je gewoon nog je verkoop bevestigen met MetaMask, en ziezo, je NFT staat nu te koop. Nu, wat betekent listing of listen? Het betekent dat je je NFT te koop aanbiedt.
aanbiedt. Mensen kunnen dus je NFT kopen of een bot doen. Delisted of delisting betekent dat je NFT niet te koop is. Maar mensen kunnen nog steeds aanbiedingen doen op je NFT, ook al is deze delisted. Let wel op, de eerste keer dat je een NFT op OpenSea te koop zet, moet je eenmalige transactiekosten betalen die op dit moment erg duur zijn. Op dit moment is dat ergens rond de €300. Dat is echt gewoon gek. Je vraagt je zeker af tegen welke prijs je nu je NFT moet verkopen. Eerst moet je al je kosten dekken. Dat betekent je aankoopprijs van de NFT, dus de originele mintprijs die je betaald hebt, plus alle extra kosten zoals gasvergoedingen van Ethereum, plus de verkoopvergoedingen op OpenSea, en bereken hierbovenop ook de royalties. Dus de makers van de NFT's ontvangen altijd een klein percentage als een van hun NFT's doorverkocht worden. En dan pas tel je je winstmarge op. Hou er rekening mee dat je ook niet te goedkoop verkoopt. Soms lijkt het dat je met winst verkoopt, omdat je een beetje hoger verkoopt dan de mintprijs, maar als je niet eens alle extra kosten kan dekken, dan ben je eigenlijk gewoon je geld aan het verliezen. Wow, jongens. Iemand heeft zojuist een bot gedaan dat 5 keer hoger is dan de prijs die ik heb gemint. Ik ga mijn NFT niet meteen verkopen, maar dat zou €1000 winst zijn voor 1 NFT in 24 uur. Je krijgt dus elke keer een e-mail als iemand een bot of een aanbieding doet op een van je NFT's. En als je het aanbod wil accepteren, dan hoef je alleen maar terug te gaan naar OpenSea en het aanbod te accepteren. Je moet dit opnieuw bevestigen via MetaMask en dat is het. Je Ethereum staat nu op je portefeuille in OpenSea, maar onder vorm van WET, en dat staat voor Wrapped Ethereum. Maak je geen zorgen, 1 Wrapped Ethereum is gelijk aan 1 gewone Ethereum. Het heeft dezelfde waarde en je kan dit eenvoudig converteren op OpenSea zelf naar de gewone Ethereum. Het is omslachtig werk, ik weet het, en je kan het al raden, hier moet je weer al een kleine gasvergoeding betalen om te converteren, en dat vind ik persoonlijk echt overdreven en frustrerend zelfs. Maar wat, je kan je Ethereum nu overbrengen naar MetaMask en gewoon terugsturen naar Bitfavo, Coinbase, Bitstamp of whatever. En vanuit je exchange kan je nu gewoon je Ethereum terugconverteren naar gewone euro's en het opsturen naar je bankrekening. En dat is het hele proces. Sla zeker deze video op in een van je afspeellijsten om later op terug te komen mocht je een van de stappen zijn vergeten. En deel deze video met iemand die je kent die wil beginnen met NFT's, maar niet weet waar te beginnen. Deze tutorial is ook beschikbaar in het Engels, Frans en Portugees op mijn kanaal. Dat gezegd zijnde, bedankt om een duimpje omhoog te plaatsen en klik hier om nog een video te zien die je een stap dichter bij financiële vrijheid brengt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!